Hartstikke bedankt. Goedenavond. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik had hier bijna niet gestaan. En dat bedoel ik niet hier vanavond, televisie en zo. Maar op geen enkel podium in heel Nederland. Dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Dat heeft te maken met mijn vorige voorstelling met een goudvis naar zee. Kennen jullie die nog hier? Ja? Ja, nou goed, daar heb ik zo schandalig veel geld mee verdiend, joh. Nog bedankt allemaal. Dat ik dacht, ik kap ermee. Het is toch een mooi vak, hè? Je bent vaak het zout in de pap, dat zeggen ze, hè? Dus ik het zout en jullie de pap. Nou, ik kon naar die goudvis geen pap meer zien, jongen. Ik denk, ik heb geld zat, ik koop een huisje in Spanje en ik doe geen flikker meer. Ik had al een naam voor dat huisje in Spanje. Casa Pez de Colores. Dat betekent goudvis in het Spaans. Dat u nu denkt dat ik u stond uit te schelden, want dan had ik wel wat anders gezegd in het Spaans, hè? Dat leek mij leuk. Lekker helemaal niks meer doen. Want niks doen, dat vind ik al heel lang, is het hoogste. Het is niet echt een lijfspreuk van mij, want daar doe ik veel te veel voor. Ik werk heel veel. Maar het is een lijfspreuk van een maatje van mij uit Den Haag. Ik speel vaak een Haagse nakko. Maar Rick, zo heet hij, dat is een maatje van mij, dat is echt een nakko. Die doet geen flikker, die gozer. Die is net zo oud als ik, die heeft zijn hele leven maar 4 dagen gewerkt, jongen. Die woont in Den Haag, heeft een uitkering, heeft een flatje met huursubsidie. Alles waar hij recht op hebt, dat hebt hij. Vaak is dan de halve zaal meteen pleiten, maar het valt mee vanavond. Nou ja, en ja, gewoon een hele leuke gozer, hè. Als ik wel eens moe ben van de waarmakerij, hè, dan ga ik wel eens naar Rick toe om af te kicken. Hè. Want het is toch een adrenalinevak wat ik heb. Hè. Dan ga ik een weekendje lekker geen flikker doen bij Rick. Hebben we een vast begroetingsritueel. Dan zeg ik altijd, hey Rick, ouwe gek. Alles goed, wat doe je op het ogenblik? En dan zegt hij altijd, jekkas, zo weinig mogelijk. En als ik zeg, ja Rick, dat weten we nou wel, maar waar ben je op het ogenblik mee bezig? Dan zegt hij altijd, jekkas, ik laat mijn baard staan. Ja, dan kennen jullie een beetje gaan zitten geiten met z'n allen hier zo, hè? Maar Rick neemt dat bloed serieus dat niks doen, hoor. Hij noemt het alvast oefenen voor de dood. Het grote niks doen. Hij zegt, daar ben je zo lang mee bezig, joh, met dood zijn. Dan moet je goed voorbereid aan beginnen. Ja, en op de middelbare school had hij het al door. En wij gingen allemaal doorstuderen, hij niet. Hij zegt, god, is even lekker in een end op, jongen. Dan ben ik over 5 jaar werkeloos, ik begin meteen al. Maar dat kon hij wel vergeten, want hij moest in dienst. Dit verhaal is heel lang geleden, toen moest hij nog in dienst. En nou goed, hè, hij werd opgeroepen bij de marine. En daar baalde hij helemaal van, want zijn oude heer die zat bij de marine. En dat vond hij een erkel. Dat was toen mode. Iedereen vond zijn oude heer een erkel. En hij zei tegen mij, nou dat varkentje in Den Helder op die keuring, daar ga ik wel even wassen. Is hij daar naartoe gegaan, verkleed als zeerover. Ja, een origineel. Met zo'n zwarte lap voor zijn harses had hij. En hij had een van een krant zo'n steek gevouwen. Heel lullig was het eigenlijk. Een houten zwaardje, zo'n stokpaard tussen zijn poten. Hij kwam dat keuringslokaal binnen, hij zei, waar is de vijand, waar is de vijand? Hij kon meteen vertrekken, meteen. En niet vanwege het feit dat die muts was gevouwen van de krant De Waarheid. Ook niet vanwege het feit dat hij zich overal inschreef als Piet Hen. Ook niet vanwege de papegaai op zijn schouder die de hele dag riep, we hebben een H, we hebben een O, we hebben een M, we hebben een O. Homo, homo, homo. Maar gewoon vanwege zijn ogen. Rick heb daar nog de pleuris over in, hoor. Hij zei, ik heb nou niks, joh, vanwege je ogen. Je kan maar beter niks doen, hè. Nou ja, goed. Hij kwam uit dienst, hij meteen naar de sociale dienst. Hij was 19 jaar, hij zegt, ik ben uitgewerkt. Nou, dat kon niet, want hij moest werken. In die tijd was de sociale dienst nog echt sociaal, hè. Je moest wat doen. Hij zegt, nou, maak me dan maar chauffeur, want sturen lijkt nog het minst op werken. Dat vond hij. En nou, toen is hij, dat is ongelooflijk, heeft hij op kosten van de sociale dienst een groot rijbewijs mogen halen. En is hij buschauffeur geworden bij de HTM. Dan moet ik even uitleggen hier in dat Gouda natuurlijk. Dat is de Haagse tramwegmaatschappij. En daar hebben ze ook bussen dat ik daar achteraf geen gezeik over krijg. En hij heeft 1 dag gewerkt op de stadsdienst van Den Haag als buschauffeur. En dat verhaal, als ik bij hem kom, dat kan ik wel 100 keer horen. Dan zeg ik altijd, hey Rick, vertel dat verhaal nog eens, weet je wel. Die ene keer. Dat die ene dag dat je bij de HTM hebt gewerkt. Dan gaat hij daar een beetje onderuit gezakt bij zitten in die wegwerpstoel van hem. En dan begint hij dat verhaal altijd hetzelfde. Dan zegt hij, Jezus jekkers, was dat een kleuterdag, zeg. Ik bij de HTM, kan je je voorstellen? Grijze pet, grijs jasje, uniform, grijze broek, grijs beroep. Was die dag gillend heet, ook dat nog. Kom met die bus uit de remise, ik stop bij de eerste halte, staat een ambtenaar. Zo'n zerkert, weet je wel. Die stapt in en zegt, Jezus chauffeur, wat is het heet, zaten we op het strand.
Ik denk, nou, dat begint al lekker, zeg. Toen de zesde zeiker bij de zesde halte had gezegd... Deze chauffeur, wat is het heet, zaten we op het strand, denk ik... Kijk, de pleuris allemaal, ben ik links afgeslagen en naar Scheveningen gereden. Zeg, dames en heren, uitstappen allemaal, het strand. De bus was te klein, zeg. Ineens wouden die zeikers allemaal gaan werken. Je kent dat wel, hè? We moeten naar kantoor. Dus ik heb trainen groot rijbewijs, er staat een bus, rot maar op. Ik blijf zitten vandaag. Denk, ben ik erg eindelijk van dat klotige werk af, zeg. Maar ja, toen ben ik me de volgende dag wel netjes gaan afmelden bij het hoofdbureau van de HTM, hè. Had ik nooit moeten doen. Nooit. Ik vertel het verhaal daar op dat hoofdbureau, hè. Ze kwamen niet meer bij, ze lagen in de coma om dat verhaal, zeg. Kreeg ik nog een kans. Hebben ze me op de tram gezet, kon ik niet meer van mijn route afwerken. Wij zeggen... Lijn 11 naar het strand, dat was wel geinig eigenlijk, hè. Hoef je niks meer te doen, hè. Je hoeft niet te sturen en zo'n tram. Alleen maar gas geven. Gaat vanzelf vooruit. Leuk, hoor. Geinig. Beetje Haags bellen. Ik zeg, Rick, nou ben ik een hoop van Den Haag. Maar Haags bellen, daar heb ik nog nat van gehoord, hè. Hij zegt, nee, ken je dat niet? Gewoon zo. Tering! Tering! Ja, maar de derde dag jekkers ging het vat. Dat was vreselijk, jongen. Ik sta 's morgens te wachten, hè. Pet op, jasje aan, hè. Broek aan, uniform, brood bij me. Ik sta te wachten op de bus. Om met de bus naar mijn tram te gaan. En er staat zo'n oud vrouwtje naast me. Die zegt, goh, wat leuk, meneer. Ik zeg, wat? Ze zegt, mijn zoon zit ook bij de marine. Ik kreeg zo de pleuris in, die ene opmerking. Ik heb die pet afgedaan en denk, nou werk ik nooit meer naar de sociale dienst. Ik zeg, nou ben ik uitgewerkt. Maar ja, dat kon hij wel vergeten. Hij moest solliciteren en het hoogtepunt, want hij ging natuurlijk ook dwars liggen van zijn sollicitatiegedrag, heb ik mogen lezen. Een brief aan Paleis Soestdijk. Beste koningin, ga maar op vakantie. Ik ga wel een jaartje voor je op de gulden staan. Rick. PS, ik wil niet lullig doen. Ik pak de postzegels er gelijk bij. Rick, weet je wel. Hij ging lopen eikelen en hij is een van de eerste mensen die ik ken in mijn persoonlijk leven, in de 60e jaren al, die onbemiddelbaar werd verklaard. Heb je je hele leven een uitkering, hoef je nooit meer te solliciteren. En dat kunnen jullie je misschien niet voorstellen hier, maar voor Rick was dat een feestdag. Hij zegt, jekkers, ik kwam die dag thuis, ik heb een bochtje gemaakt met niks doen is het hoogste, punt. En toen ik het ophing aan de muur, dacht ik, nou doe ik eigenlijk nog te veel. En sinds die tijd doet mijn goede vriend Rick helemaal niets meer. En hij heeft eigenlijk gelijk, want wij werken allemaal, toch? Denk ik wel, hè? Anders kun je dat niet betalen hier vanavond. Hè? Nou, maar, nee, maar wij werken allemaal. Maar je hoopt toch een keer allemaal stiekem in je hart dat dat werk een keer ophoudt. Dat is zo, hè? Het is toch een soort berg beklimmen waarbij je hoopt op de top aan te komen en dan te genieten van het uitzicht. Nou, vaak gaat het niet zo, hoor. Vaak kom je met een bezweten hartjes boven de rand van die berg uit. Je krijgt een hartklap en je zit op een glijbaan naar de dood. Zo gaat het vaker, hoor. En hij loopt met een uitkering door het dal te kijken hoe de geit te klimmen. Hij zegt, jekkers, ze zijn gek allemaal. Ze willen allemaal werken, 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 werken. Hebben ze eindelijk werk, dan zeggen ze, goh, was mijn weekend. Kom ik me op vakantie, kom ik met de fut. Jekkers, ik ben met de oogfut ontiegelijk vervroegd uitgetrekken. En als ik ooit de kans zou krijgen, ik dacht altijd, dan ga ik dat ook doen. Hij heeft gelijk, je doet er niemand kwaad mee met niks doen. En door die goudvis, nogmaals, bedankt allemaal, was ik zover. Ik denk, nou ga ik een huisje in Spanje kopen en ik doe ook geen flikker meer. Ik heb me eerst even netjes afgemeld bij Rick. Ik heb tegen hem gezegd, hé, oude gek, ik word je collega. Ik ga ook geen flikker meer doen, maar ik word de dependance in Spanje. Ik zeg, kom eens in de 6 maanden met een bruine bek kijken hoe jij daar wit bij zit, de roze. Ik zeg tegen mijn vriendin, schoonheid, we gaan geen flikker meer doen, we kopen een huisje in Spanje. Mijn vriendin, blij, 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 jongen. Want die kan goed niks doen, jongens, geweldig. Dat is een heel leuke ouderwetse wijf, die vindt dat geweldig, hè? Nou, dat hebben wij ook. En die is een beetje ook. Zo. Zo. Hij zegt altijd gewoon doorstomen, je komt vanzelf in de haven aan. Dat zegt hij altijd. Ik was laatst bij hem in Den Haag, hè? We waren aan het kantelen met z'n tweeën. En toen vertelde hij mij een verhaal over dat roken, dat hou je niet voor mogelijk. Hij begon als volgt. Hij zei, jekkas, 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 jekkas. Je mag tegenwoordig nergens meer roken, joh. In een vliegtuig moet je op beurten gaan staan. Ik was laatst op een feestje. Moet je goed luisteren nou. Een feestje, weet je wel? Mocht je niet roken? Ik kom maar eens in de 4 jaar om een feestje bij mijn zus. He? Mocht ik wel eens niet? Mocht je niet roken? Moest je op het balkon gaan staan? Het was 5 graden onder nul. Of onder de afzuigkap in de keuken. Dat mocht ook. Dat mag. Sta je daar in je eentje feest te vieren? Olé!
Jekkers, waar is de tijd gebleven van het leuke feestje van vroeger, weet je nog? Toen ging het toch heel anders. Toen haalde je juist voor al je ooms en tantes hun eigen merk sigaretten in huis, weet je nog? Dan zette je in glaasjes op een wit tafellaken tussen de nootjes en de pepsels en met z'n allen lekker kringetjes blazen. Lekker schelden met de overkant, weet je nog? Maakte niet uit wie je verrot schold. Er hing zo'n rookgordijn, dat maakte geen flikker uit. Het was gezellig. En de kinderen vonden het ook leuk. Die zeiden, opa, steek nog eens een pep op, het ruikt zo lekker naar toffee. Moet je de kinderen van tegenwoordig horen. Anti-rookfundamentalisten zijn het. Allemaal! Ik heb ook zo'n neef, Dennis. Zo'n 12-jarig thuisbankiertje met een eigen faxnummer. Wat een eikeltje is dat, zeg. Als je aan hem vraagt, Dennis, wat wil je later worden? Dan zegt hij, rijk, rijk, rijk. Maar voor hij kon lopen, had hij al een krantenwijk. Wat ettertje, zeg. Maar goed, ik sta op dat feestje op het balkon te roken. 5 graden onder 0. Ik was de enige die nog rookte. Lekker feestje, zeg. Jezus Christus, zeg. Als je niet ziek wordt van het roken, dan is het wel van de vorst, zeg. Maar het was ook wel rustig. Want zo hoeren die voorkamer. Ik denk, lekker even buiten het balkon. Nou, is toch wel lekker, hè. Ik neem 1 hash. Gaat achter mij een raam open op dat balkon. Is het dat kleine thuisbalkiertje. Die Dennis. En die zegt in dat vervelende dialect tegen mij, wat hij leert op de basisschool, zegt hij tegen mij, oom Rick, kunt u niet ergens anders gaan staan roken? U staat precies voor mijn computerkamertje te roken. Ik zeg, joh, doe dat raam dicht, joh, mini-bed. Moet ik soms op het dak gaan zitten, jongen, donderop. Doe dicht dat raam. Maar hij ging gewoon door, hè. Hij zei van, wist u, oom Rick, dat roken de gezondheid kan schaden? Ik krijg een college van zo'n 12-jarig turfie, je kent dat wel, hè. Die zijn allemaal opgestookt op de basisschool tegen dat roken. Hadden een project gehad, hoe heet het ook alweer? Sigaret uit of de pep uit, ik weet niet meer hoe het heette. Hij ging maar door. Hij zei, oom Rick, 5% van de rokers gaat gemiddeld. Ik zeg, Dennis, nou moet je heel snel dat raam dicht doen met een gezeik van je. Anders zal ik je zo'n ram voor je rom geven dat je via je modem en internet op de beursvloer van Japan uitkomt. Ik ben het helemaal zat. Hij ging gewoon door, hè. Hij zei, ja, maar oom Rick, 5%. Ik zeg, Dennis, doe nou dat raam dicht. Dadelijk loop je muis weg. En dan... Hooggezeik met dat gozertje. Eindelijk doet dat ettertje dat raam dicht. Ik denk, hè, even roken. Verbrand ik mijn poten, zeg. Kan. Vergeet het te roken. Het ergste wat je kan doen, zeg. Nou, ik denk, nieuw checkje draaien. 5 graden onder 0. Dat krijg je niet voor elkaar, hè. Ik denk, nou, lekker zeg. Kan ik me klaar op gaan warmen in de voorkamer om weer op het balkon te... Maar nou, wat feestje zeg. Ik ga die voorkamer in. Ik had het nooit moeten doen. Daar zijn ze allemaal gestopt met roken. Ze hadden allemaal zo'n pleister, ken je dat? Hier een pleister, daar. En dan denk je, ze hebben zo'n pleister, weet je wel. Is het gezeik afgelopen, ze roken niet meer. Maar juist praten ze de hele avond over dat ze gestopt zijn met roken. En niet eens leuk, weet je wel. Van, ik ben al 6 maanden gestopt met roken. Maar ik krijg het toch steeds benauwder en benauwder en benauwder. Ik ben al jaren gestopt met roken. Ik was me dikker. Ik krijg ook last van me dikker. En als je er een geintje over maakt, is het feestje te klein. Ik zei tegen die bollen bijvoorbeeld. Ik zeg, weet je wat jij nou kan doen als je af wil vallen en ook niet roken? Hij zegt, Ik zeg, moet je die pleister op je bek plakken? Dan ben je ook wel... Nou, er werd daar totaal niet om gelachen op dat feestje. Laat staan geapplaudiseerd. Jongen, ze kunnen nergens meer tegen. Ze roken niet meer. Chagrijnig, jongen. En dan gaan ze rare dingen zeggen. Hele rare dingen, jongen. Hij zegt tegen mij, Rick, jij rookt toch, hè? Ik zeg, ja. Ja. Ik zeg, nou in. Kom nu. Hier. Kom nu. Hij zegt, dan ga je gemiddeld 10 jaar eerder dood. Ik zeg, dat geeft niet. Is toch een klote feestje. En dan worden ze chagrijnig en dan komen ze altijd met het verhaal dat wij als rokers, wij schijnen de samenleving zoveel geld te kosten. Hè? De niet-rokers moesten van alles voor ons betalen. Ik zei dus gelul, wij betalen accijns, we betalen overal mee, op het roken ook. En ineens is die accijns peanuts. Nooit is accijns peanuts, maar dan opeens is het peanuts. En dan komt de zak Japaner er pas echt bij en dan gaan ze rekenen hoor, die uitgerookte boekhouders jongen. Dan zeggen ze, jij rookt nog, dus jij hebt meer kans op hart, long en vaatziekten. Die krijg ik dan allemaal, die avond nog, ter plekke. En ik moet eraan geholpen worden ook, of ik wil of niet. Hè? Dus ik word gedotterd, dat kost 50.000 gulden. Ik krijg een open hartoperatie, 100.000 gulden. En wie moet het allemaal ophoesten? Zij, de arme niet-rokers. Ik zeg, dat kennen jullie makkelijk betalen. Joh, je bent gestopt met roken, je had wat geld over. Nou, ze gaan absoluut niet solidair zijn met mijn stoflongen. Hè? En toen zei ik, zal ik jou nou eens
eigenlijk, hij bolle luister is, voorrekenen wie wat nou in feite kost, hoeveel, waarom, wanneer en hoezo. Ik zeg, nou rustig maar. Ik zeg, jij zegt dat ik 10 jaar eerder doodga. Zijn je eigen woorden, hè? Jij wordt gemiddeld 75, de gezonde mensen worden 75, dus ik word maar 65, klopt toch? Nou, ik betaal mijn hele leven mee aan de AOW, maar ik zal er nooit aan genieten. Maar ik betaal wel mee aan die AOW van jou. Jij krijgt 10 jaar lang 20.000 bruto per jaar, dat is 2 ton. Daar ken ik van gedotterd worden, een open hartoperatie. En dan ben ik nog altijd, 50.000 gulden goedkoper uit dan jij. In feite komt het erop neer dat ik jouw oude dag bij elkaar loop te paffen. Daar komt het. Uitgeluld. Zeg, ik ga even naar het balkon. Ik heb nog een hoop te doen. Je hoort er niemand meer in die voorkamer. Ze waren helemaal uitgeluld. Dat was geweldig, jongen. Ik sta op het balkon, ik neem 1 hash. Begint achter mij het programma Windows weer. Ik zei, Dennis, doe het raam dicht. Meteen, ik wil je niet eens horen. En hij zei heel hazig, hè. Zegt, het spijt me heel erg van net oom Rick. Maar mijn computer doet opeens zo vreemd. Heeft u er verstand van? Ik zei, ja, daar heb ik een heleboel verstand van, jongetje. Dat komt dat je dat raam de hele tijd hebt openstaan. Ik zeg, dan vliegen al die virussen naar binnen en dan gaat het fout. Hij zegt, nee, dat is het niet, oom Rick. Mijn computer onthoudt opeens niets meer. Ik zeg, ja, dan heb je pech gehad, dan heb je computer met Alzheimer. En toen opeens begon hij te schreeuwen als een speenvark. Hij zegt, oom Rick, er komt nu overal rook uit. Ik zeg, ja, dan ben je helemaal door lul, dan moet je hem buiten zetten. Geef hem maar aan. Ik kreeg ruzie met zo'n gozertje, weet je wel, 12 jaar. En weet je wel, nou, belachelijk eigenlijk. Zijn moeder erbij, iemand een toffee. Ja, en uiteindelijk was het rustig, weet je wel. En toen dacht ik, nou, eindelijk één checkie. Even op mijn vuilnisemmer zitten, daar hoor ik toch. Ik neem 1 hash, kom er 1 voor 1 die uitgerookte boekhouders uit de voorkamer dreigen, meld op het balkon. Zo van, hey Rick, geef mij even 1 hash. Ik zeg, wat is dat? Zit je pleister los? Ik zeg, als je wil roken, dan ga je die peuk maar opraken. Ik zeg, weet je hoe ze dat noemden in de Tweede Wereldoorlog? Bugsack. Jekkers, je wordt er gek van, je kom je thuis, je denkt, ik ben overal vanaf. Ik ga even televisie kijken. Je zet die televisie aan. Catharine Keil, daar hebben ze het over. Roken of niet roken en wie het wat kost en waarom en hoezo. Ik word helemaal gek van die televisie. Dat vindt Rick en dat ben ik helemaal met hem eens. Steeds meer netten en het wordt steeds meer waardelozer. Ik kijk het allemaal niet. Hoe heet al die programma's ook alweer? Wat heb je allemaal? Braken met Joop Kookhekken. Ja, ik hou niet zo van woordgrappen, maar deze dekt de lading wel goed hoor, vind ik. Allemaal braken met Joop Kookhekken, dat is het allemaal. En weet je wat ik ook vind? Het klefste vind ik nog wel die seksualiteitsprogramma's. Ken je die? Die zogenaamde open programma's waar iedereen gaat zitten vertellen hoe vaak die klaarkomt. Of die wel of niet een onderbroek aan heeft. Of er geschoren wordt beneden of niet. Kan mij het verrotten, man. Ik denk, dat vind ik zulke laffe programma's, dan zal ik eens een raar lied over gaan schrijven. Dat, En dan krijg je te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal meer, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. Gezopen, jongen, de dag erop zelfs mijn kater had kop, hè. Was niet normaal. Ja, we hadden het die middag gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van, hoor. Ja, we waren een heel eind gekomen over intelligentie. We waren achtergekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar 1 ding over zeggen, het was erfelijk. Maar dat is vaak zo, hè. Als je stomme ouders hebt, word je stom. Heb je slimme ouders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick heeft dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd, kijk, als je moeder Ui heet en je vader Knoflook, dan kan je niet helpen dat je stinkt. Ja, en we waren nog veel verder gekomen, hoor. Eigenlijk, we waren er ook achtergekomen wat het stomste volgens ons, dat het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Want, ja, we waren een eind gekomen, dat weet ik heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zei tegen Rick, ik haal er nog even 2. En Rick die zei, is goed, Jackass, neem er voor jezelf ook 2 mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackass, je vergeet te lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zet in de keuken de lek in de kist. Ik doe de ijskast open, ik zeg, Rick, we zijn er aan. De ijskast is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die in Afrika.
Hij zei, Jekkers een grijntje, er staat er een volle kist op het balkon. Haal ze daar maar vandaan. En die stiekem roken. Ik zei, nou joh, zeker. Ik pak 4 bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, ja, 2 van jou, 2 van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. En Rick die zei, verder alles goed, Jekkers? Ik zei, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Dat heb in de krant gestaan, 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. En Rick zei, Jekkers, daar geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk geintje. Ik zeg, maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou, dat gewoon allemaal maar gebeurt? Jij kan een kwestie van cijfers. Met cijfers kun je die kant uitrekenen. Maar reken je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan gaan we met die cijfers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een andere manier? Tuurlijk, als je de andere kant uitrekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Kan hij wat anders uitkomen, joh. Hij zegt, bijvoorbeeld kinderen. Nee, nou, kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heeft geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie dan? Daar waren we net achter, hè? Dat is gewoon zo. En je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt, rot op met die blok, ik heb thuis wat beters te doen. Dat is het. En als ze 12 jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Weet je, zo'n slimme kinderen staan al in 29 talen viool te spelen. En een stom kind van 12 zegt voor het eerst, mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en Jekkers, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Hè? Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat. Je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork. Weet je wel, broodjes camembert, dat is, weet je wel. En bij die stommen gaat het weer anders. Dan zit je met een laag voorhoofd, met een lepel Brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking, weet je wel. Het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En dan ben je de lul, als je een beetje dom bent, dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo. Want dan zit je dan opeens, hè? Op basisschool de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes, die zitten te e-mailen met Dow Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven. Dat is klote. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit, de rest is slimmer. Daar heb je meteen door. En de rest heet door dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje. Je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet. Je hebt geen vriendjes. Je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les? Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik de Engels voor lullen. Weet jij wel, weet je. Kijk, en dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand, omdat je dom bent, een beetje dikker. Kijk je voor? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kun je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je, want ze zijn bikkelhard. Dan roepen ze, hey bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gymmen, weet je wel, want je wordt gepest. Dus dan word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen, je kan niet naar huis, dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodje speklap naar binnen te frotten, patatjes oorlog naar binnen te gieten en je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je 12e heb je zo'n pens dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kan. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor Dr. Albert Einstein, die iets moet bewijzen, weet je wel, met een onderzoek, universitair onderzoek. Die denkt, ha fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Zo gaat het vaak, hoor. Die gooit die schuifpui open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bollen erop, noteert het gewicht. Vraagt dan het gozertje, kan je een beetje meekomen op school? En het gozertje zegt, nee! Want hij is te stom om ja te zeggen natuurlijk, anders kwam er heel wat anders uit. Weet je wel? En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. Significant, ja. Jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat. Hij zegt, Jekkers, kijk, ze zijn dus niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat zit allemaal verkeerd in elkaar. Die vent meet dat verkeerd. Met die cijfers is het altijd wat. Kom, weet je wat allemaal op neerkomt? 1 op de 6 mensen hebben 5 anderen om zich heen. Ik zeg, ja, dat was een mooi verhaal.
Hij zegt, heb jij nog wat leuks meegemaakt? Zeg ik, als ik zei, ja hoor, was in Spanje. En toen hoorde ik ineens achter me een vrouw roepen, Arnold, kan je nou niet 5 minuten met je haarsjes boven?